bleek dat in de wedstrijden daar ook veel meer uit kon halen dan wat ik voorheen kon. Dus ik denk als we daar nog een beetje aan gaan fine-tunen, dat ik nog grote stappen kan maken. Ik ben Dylan Hogewerf, ik ben 25 jaar oud en ik ben geboren in Wateringen. Toen ik 5 jaar was, ben ik begonnen met schaatsen. En toen ik 9 jaar was, ben ik begonnen met shorttrack. Na een aantal jaar trainen en wedstrijdjes rijden, werd ik op mijn 16e uitgenodigd voor Jong Oranje. Ik ben toen naar Heerenveen verhuisd om daar mee te trainen met de jonge Nederlandse selectie. Ik ben voor een shorttracker ben ik best wel lang. Langer dan wat je vaak ziet in onze shorttrackwereld. Dus ik denk dat ik daardoor af en toe niet helemaal de druk op mijn mes had die ik wilde hebben. Halverwege het seizoen ben ik wat gaan proberen met materiaal. Nieuwe messen uitgetest en met het materiaal maar gekeken waar het beter kon. En toen heb ik een paar custom messen gekregen. En daar reed ik super lekker op. En ik bleek dat ik in de wedstrijden daar ook veel meer uit kon halen dan wat ik voorheen kon. Naast het ijs ben ik met best wel veel dingen bezig eigenlijk. Tegenwoordig ben ik veel aan skateboarden. Sinds de Tenerife trainingskamp heb ik een skateboard gekocht en zijn we daar veel mee bezig. Ook ben ik veel met muziek bezig. Maak thuis achter mijn laptop maak ik elektronische muziek of hip-hop muziek. Dat vind ik ook heel leuk om te doen en dat doe ik denk ik al 8 jaar. En sinds een jaar heb ik een eigen kledinglijn samen met Melle, ook uit ons team. En we zijn weer net online gegaan en verkopen we t-shirts en hoodies. Ik hou van kleding, ik hou van fashion, nieuwe kleding te kopen en te passen. En ik vind het leuk om om kleding aan te hebben waar ik mezelf goed in voel. Mijn doelen voor aankomend seizoen zijn om op de World Cup een medaille te halen. Dat is mij nog niet eerder gelukt. En om op het NK voor de derde keer op rij Nederlands kampioen te worden op de 500 meter. Maar het hoofddoel voor dit seizoen is om naar de Spelen te gaan en daar met de medaille naar huis te gaan. In 2018 was ik ook op de Spelen. Daar had ik een 10e plek op de 500 meter. En dit keer wil ik het een stuk beter gaan doen.